Zo, Tony Pino, met een vlog. Kijk, we hebben het gevonden, een klein smal pad met een bankje. Maar moet je kijken waar de bloemen er staan. Echt niet normaal meer. Kijk eens, zie je dat? Het staat helemaal vol. Wow, een klein paradijs, zo ziet het eruit. Wow, moet je dat zien. Oh, een huis. Kijk dan, er staat een huis. Oh, een huis in het bos. Gaaf. En een pad. Gaaf. Wow, dit zie je niet zo vaak, dit soort wegen. Moet je kijken hoe mooi. Wow, er stond een huis in het bos. Helemaal verscholen. Dit is waarschijnlijk de enige weg die daar naartoe leidt. Wow, die hebben een hele speciale ingang. Dat weet ik wel, om naar het huis te komen. Dat zie je niet zo vaak. Wow, ook weer ben ik onder de indruk. Kijk eens, al deze bloemen. Het lijkt wel of ze die hier apart erin gezaaid hebben. Want het zijn er heel veel. Kijk, en dan heb je het bankje. Gaaf, hè? Hier kom je dan bij een soort fietspad uit. Dan kunnen we verder gaan met de vlog. Kijk dan, bij een landerij kom je uit. Wow! Dat had ik niet verwacht. Kijk, en allemaal mais. Het is nog klein. Dus we kunnen binnenkort tussen de maïsvelden gaan lopen. Dat is ook altijd mooi. En dan kijken hoe lang het duurt voordat je aan de andere kant uitkomt. Ah, mooi jong. Ik vind wel mooi, deze fiets, die maakt in principe totaal geen lawaai. Je hoort hem helemaal niet. Normale fietsen die maken iets lawaai, maar deze niet. Gas, hoe mega hoog dat allemaal staat. Oh, het bos. Kijk dan, we zijn gewoon uitgekomen op een fietspad die dwars door het bos heen gaat. Ik denk dat we ze dadelijk linksaf gaan slaan. Kijken waar we uitkomen. Zoals gewoonlijk. Kijk de bordjes. Kijk eens. Oké. Tot ziens. Nee, we gaan het juist verkennen. Tot ziens. Dat is vanavond pas, als de zon onder is. Kijk, we gaan dat donkere bos in. Verkennen. Als het goed is, heb je daar zo dadelijk aan de rechterkant een heel vernieuwde waterzuiveringsinstallatie in het bos. Nou, we willen kijken hoe die er aan de voorkant uitziet. Want
als het goed is, hebben ze alles totaal veranderd. Oh, we zijn weer zo blij. Als we het vinden, het moet helemaal opgetrokken zijn van hout. Het moet helemaal nieuw zijn. Kijk, je mag hier met 15 km per uur. En nu rij je wel harder waarschijnlijk, heb ik het gevoel. Kijk eens, waterwindgebied. Een bospadje. Allemaal roodbosjes hier. Veel vogels. En daar, daar is het. We hebben vandaag ook voor het eerst de toren verkend, hier in de omgeving. Super hoog, super mooi, ver uitzicht had je. Rare boom, hè? Dat is echt niet normaal meer. Wow, kijk dan, daar is het. Nou, je kan niet zien, de zon schijnt ervoor. Kijk eens, al die dingen die hier liggen. Wow, kijk. Welkom in waterwindgebied Zaddam. Ah, drinkwater. Kijk, dat is de installatie. En dat is het gebouwtje van Vitens. Jammer dat deze grote berg ervoor zit. Maar het ziet er wel heel erg mooi uit. Kijk eens, dikke kit. En hier heb je het begin van de oprijlaan, wat nu nog dicht zit. Maar daar gaat het om. Kijk eens. Zie je dat gebouw? Dat is het. De nieuwe waterzuivering in het bos. Geweldig. Wow, kijk dan hoe dat ding eruit ziet. Kijk wat er op dat grote bord staat. Dat heb ik net niet gezien. Kijk eens, dit is het. Het is een beetje donker, ik denk, nee, jullie zien niks. Wacht. Hij wordt niet licht, waarom niet? Ah, nu wel. Wacht. Probleem met de camera. Maakt niet uit, we filmen gewoon door. De vlog komt er zo of zo, komt hij op internet. Kijk eens. Dat is hem, het gebouw. Wow, kijk eens. Zie. Dit is het. Mooi, hè? Een heel nieuw gebouw. En midden in het bos. En dan staat er wel mooi. 24 keer 24 uur camerabewaking. En ik film ze. Waar staan die camera's? Ah, daar, bovenaan staat die. Zie je? Dat ronde dingetje. Ik word gefilmd. En ik film hun weer. Kijk eens. Ah. Gaaf, hé. Bergenbos staat er. Dat is een fantastisch bospadje. Het heeft ontzettend veel geregend. Kijk eens hoe groen alles is geworden. Als het goed is moet hier een luik zitten. Ja, kijk, daar heb je hem. Dan wordt het water opgepompt. En zo te horen zijn de politiehondjes ook aan het trainen hier. Ze zijn nou even stil. Kijk eens. Zie je dat? Een bospadje. Ah, gaaf jongen. Kijk, een huis in het bos. Zie je dat? Kijk eens, dat is mooi, hè? Ja, de politiehonden zijn aan het trainen. Gaaf. Hier is een politiehondentraining. En ze zijn er, de honden. Kijk eens. Een gebouw in het bos. Pompstation. Daar staan ze. Zag je dat? De hertjes. Oh, de honden lagen er. Gaaf jongen. Ik ga even kijken, ik ga eventjes de andere kant in. Ik ga niet langs die politiehonden. Die kunnen heel gevaarlijk zijn. Bijtpakjes, ja hun hebben bijtpakjes aan, ik niet. Gaaf jongen.
dit pad maar eens verkennen. Ja, hier gelijk links. Het gras hebben ze voor mij gemaaid. Dus we kunnen gewoon doorfietsen. Wow, dit is gaaf. Kijk dan hoe mega groen het hier is. Wow. Oh, tennenbomen beginnen ook alweer te groeien. Als het goed is moet je hier zo dadelijk twee pompputten hebben. Aan de rechterkant. Ja, kijk, daar heb je hem al. Zie je? Dat is hem. Zie je dat? Gave plek hè, in het bos. Onder de bladeren door. En hier zaten vroeger op dit stuk aan de rechterkant enorm veel bosbessen. Ja, nu, oh wow, trouwens nu ook al. Gaaf. Er zitten alleen zo te zien nog geen bosbessen aan. Wow, 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 wat is dat? Hebben ze nou hekken geplaatst of wat is dat? Kun je hier niet door? Huh? Wat is dit? Oh, kijk. Ik ben aan de zijkant terechtgekomen. Kijk, we hebben dit hele stuk door het bos gefietst. Trouwens hier, kan ik jullie ook wel eens een keer vertellen. Hier heb ik een munitiepatroon gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Die was nog scherp, die lag... In deze plek lag die. Maar vroeger kon je hier gewoon doorlopen. Maar nu kom je bij een hek terecht. Kijk, water. Zie je dat? Het staat aan. Zie je, het druppelt eraf. Goed kijken. Wow, moet je dit gebouw zien. Zie je dat? Tony Pino is weer achter de camera. Kijk dan. Wow. Dit ziet er gaaf uit. Een totaal hele nieuwe waterzuivering in het bos. Maar ik zit nog even te kijken. Hier komt nou water uit. Waar gaat dat heen? Zie je dat? Ah, wacht, daarachter natuurlijk. Ze zijn dat aan het vullen. Gaaf. Maar moet je kijken hoe mooi gebouw ze hier hebben gemaakt. Kijk, speciaal voor de kikkers. Voor de patjes. Zie je? Dan vallen ze erin. Daar lopen ze. Is hij leeg of is hij? Nee, hij is leeg. Wauw. Wat een gebouw zeg. Moet je kijken. Historische beelden, want het is pas nieuw. Gaaf. Zo, we gaan weer terug. Daar staat de fiets. Oh, ik had echt gedacht, ik kan even kijken, verder fietsen, maar dat gaat helemaal niet. Dus dan gaan we maar terug.